In Werkendam eerder dit seizoen werd het 5-0 voor Kozakken Boys. En ook nu begint de ploeg van Danny Buijs sterk. Het is de 8e minuut. Dit Menes Moreira geeft die bal door aan Bot. Die probeert het en via doelman Cornelis verdwijnt de bal naast. De nederlaag afgelopen zaterdag tegen de GVVV kwam hard aan. En er moet gewonnen, wil het sowieso nog zicht houden op koploper Katwijk. Dit bijna de tweede mogelijkheid. Het is uiteindelijk Van de Beek die de bal wegknalt. En Nuland, van Nuland, die het nog een keer probeerde van afstand. Volgende mogelijkheid, dit is weliswaar een treffer van El Azouti, maar hij maakt Hens. Scheidsrechter Cornelis annuleert deze treffer terecht. Hier gebeurt dat, het gebeurt met opzet. En dus gaat deze goal niet door. 35e minuut, hoekschop Kozakken Boys. Het is vooralsnog een wedstrijd die zich afspeelt op de helft van de treffers. Het afstandsschot in eerste instantie van Tavares wordt nog gestopt door Cornelis. Maar de herkansing is voor Montero. En die zorgt verdiend voor de Boys voor 0-1. Hij reageert het snelst. En hij knalt die bal langs de doelman van de treffers. En een enkele keer, kijk maar naar de klok, 39e minuut. Aan de andere kant de treffers. Met een kansje voor Michijan, maar ook niet meer dan dat. Anton Jansen, die al zijn nieuwelingen die in de winterstop overkwamen, op het veld heeft staan. De drie van Achilles 29 plus Michijan en Siers. De ruststand 0-1, inmiddels de 8e minuut van de tweede helft. Dit is Siers. Kan die bal makkelijk meegeven. Daar is de voorzet bestemd voor Bajek. Maar die tikt over. Bajek, een van de mensen die zijn plek is kwijtgeraakt door de komst van al die nieuwelingen. En dat geldt ook voor de bond. Maar u begrijpt het, na rust zijn er aanvallers nodig. En dus is Bajek het veld ingekomen. Dat is een overtreding. En dat levert Kozakken Boys een vrije trap op. Het claimt een penalty. Maar de overtreding is er echt buiten. Hoewel El Azouti er binnen gaat liggen. Buijs toont onbegrip. Maar de scheidsrechter zit goed in de vrije trap. Komt met een draai van de voet van Tavares. Maar hij raakt het zijnet. Kozakken Boys had eigenlijk verzuimd afstand te nemen. In de slotfase komt het dan druk. Veel druk van de treffers. Inmiddels de 87e minuut. Bal in eerste instantie van Maartsdorf wordt uitverdedigd. Wordt er dan nog een keer ingebracht. En hier aan de bal van de Beek. Schot wordt van richting veranderd en levert bijna nog een probleem op voor doelman Arends. Maar die kan op tijd reageren. Inmiddels 5 minuten extra speeltijd zitten we daarin. Hoop mensen daar in de buurt van het Kozakken Boys strafschopgebied. Kozakken Boys dat denkt uit te verdedigen, maar dit is een vervelende overtreding. Het is een duel tussen invallers. Akatoski van Kozakken Boys viel in bij die ploeg en maakte overtreding. Jansen, Robin Jansen, bij de treffers is het slachtoffer. Allemaal mee naar voren. Dat is wat Anton Jansen wil. Daar is de vrije trap van Van de Beek en daar is doelman Cornelis. En die zorgt voor de gelijkmaker in de slotseconde van deze wedstrijd. Afgelopen zaterdag was het verdediger Balkenstein die met 2 goals. Hij zijn invallers nog op 2-2 hield tegen de treffers. En nu moet er een doelman aan te pas komen bij de treffers om de ploeg van Anton Jansen een punt te bezorgen. Veel aanvallers zijn erbij gekomen, maar de keeper is de held van de middag in Groesbeek.